5 tips voor het inrichten en houden van een terrarium. Een terrarium inrichten is best lastig. Deze 5 tips helpen je op weg. Tip 1: Bedenk eerst goed welk dier je wilt aanschaffen. Er zijn namelijk enorm veel soorten reptielen, amfibieën en ongewervelde dieren. En ze stellen allemaal een eigen eisen aan inrichting, klimaat en luchtvochtigheid. Tip 2: Lees in de LICG Heisdierenbuislijter welk type terrarium bij jouw dier hoort. En welk type terrarium je zelf wil. Er zijn vier basistypen. Een gematigd terrarium heeft een klimaat zoals in Zuid-Europa. Het is ruim, heeft veel hout, stenen en kleinere planten. Een woestijnterrarium heeft een droog klimaat en bevat veel licht. Er is een grote afwisseling in warme en koelere plekken. Een tropisch terrarium is als een regenwoud met veel planten, klein beetje water en een hoge temperatuur. Een tropisch paludarium is ongeveer hetzelfde als een tropisch terrarium. Alleen is deze voor ongeveer 1 derde gevuld met water. Tip 3. Hoe groot het terrarium moet worden, hangt af van hoe groot de dieren zijn, hoeveel je er wilt houden en hoe goed ze samen kunnen leven. Bij een grote terrarium is het klimaat vaak stabieler. Je kunt er meerdere plekjes maken, zoals warm, koud, droog en nat. En het blijft vaak langer schoon. Tip 4: Wat je ook kiest, er moet vaak verwarming in. Het liefst verwarmen van boven, want dat lijkt op de zon. Liever niet verwarmen van onder, want sommige dieren graven juist voor verkoeling. Tip 5 ook UV-lampen zijn belangrijk. Reptielen kunnen UVA zien en herkennen daarmee soortgenoten. UVB is voor veel dieren belangrijk voor de aanmaak van vitamine D. Een tekort daaraan kan leiden tot vervorming van de botten. Best een technisch klusje, hè, zo'n terrarium inrichten. Op onze website vind je nog veel meer tips over wat er allemaal bij komt kijken en natuurlijk hoe je een terrarium het best kunt onderhouden. Meer informatie vind je op www.licg.nl.